super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op het kanaal van Horse Shop. Van Wut en van mij. En vandaag ga ik jullie een paar producten van NAF laten zien. En die hebben dan betrekking op de naverzorging van je paard. Ik had het heel erg leuk gevonden om hier een soort dagvlog ideetje van te maken met trainen, naverzorgen. Maar dat gaat helaas niet. Want ons vriendje, misschien sommigen van jullie volgen mij misschien op Instagram, die hadden dat dan al gezien. Die zat een beetje in de lampenmand. Maar we zijn gisteren weer op de SMDC-kliniek geweest. En gelukkig mogen we weer heel rustig aan en heel voorzichtig wat gaan opbouwen. Dus dat zijn allemaal super fijne berichten. Daar ben ik natuurlijk heel erg blij mee. Hij voelt zich in ieder geval fit. En hij is blij en hij springt in de longeerkraal boven de hekken uit. Dus dat is alleen maar een goed teken natuurlijk. Dus ik ga jullie wat dingetjes laten zien. Verschillende dingetjes die we kunnen gebruiken bij het naverzorgen van ons paard. Die betrekking hebben op zijn spieren, op het lijf, gewoon van binnenuit en van buitenaf. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden en dat jullie straks weer wat wijzer zijn geworden over een aantal producten van NAF. Om te beginnen iets wat we ook kunnen gebruiken voordat we gaan rijden, niet alleen met de naverzorging. En dat is de... Wordt die scherp? Kunnen we hem zien? Hallo, dat wordt de... Nou, ja, is die. De Silky Spray van NAF. En dat is een spray die je kan gebruiken als anti-klit voor de manen en de staart van je paard. Maar je kan ook het hele lijf ermee insprayen zodat hij een mooie glanzende vacht krijgt. Het fijne aan dit product is dat het niet vettig wordt en ook niet kleverig wordt. Dus er blijft ook geen stof aan plakken. En je kan heel makkelijk, als er een beetje zand, stof, modder, bijvoorbeeld in de staart van je paard zit na de paddock, na gebruik heel makkelijk uitkammen. Dus het is voor mij echt een must-have om in mijn poetskist te hebben. Dus die gaan we nu even lekker gebruiken bij Wutje. Gel van NAF kunnen we gebruiken om dit aapje zijn spieren en eigenlijk zijn hele lichaam te koelen. We kunnen het dus gebruiken op de benen. Ik weet niet of jullie hem goed kunnen zien. Ja. En op het hele lichaam van je paard. NAF Ice Cool Gel is een koelende gel die de benen en het lichaam van je paard koelt en opfrist naar zware arbeid. Ice Cool Gel bevat ingrediënten die zowel de temperatuur van het lichaam als de spieren verlagen. De gel is ontwikkeld om vermoeide benen en pezen na het zware werk op natuurlijke manier te koelen, kalmeren en te verzachten. Het behouden van koel en hard beenwerk is een voorwaarde voor elk sportpaard om natuurlijk te kunnen blijven presteren. Deze gel is veilig in gebruik wanneer je deelneemt aan wedstrijden, want de gel is namelijk dopingvrij. NAF Ice Cool Gel is handig en snel in gebruik, maar heeft wel een relatief korte werkingsduur. Voor een extra lange therapeutische werking adviseren ze vanaf de NAF Ice Cool Klei te gebruiken. De Warming Wash vanaf is een product wat je in deze koude dagen super goed kan gebruiken. Er zitten namelijk verwarmende ingrediënten in, waaronder muskaatsalie en gember. Dus, ai, kom je even kijken. Dus dat maakt dit product zeer geschikt voor de koude dagen, zoals ik net al zei. Het is heel erg makkelijk om vuil, vind je mooi? Is jouw kleur, hè? Om vuil en zweetresten weg te halen. De shampoo hoeft ook niet uitgespoeld te worden. Dat is natuurlijk super fijn als het kouder is. Dat je paard niet helemaal zeik en zeik nat hoeft te worden. Je hoeft het alleen maar bijvoorbeeld met een zweetmes een beetje van hem af te halen. Of te drogen met een doek bijvoorbeeld. Maar hij hoeft niet helemaal afgespoeld te worden. Dus dat is natuurlijk super fijn.
Wat wilde ik er nog meer over vertellen? Je hebt maar een drupje nodig. Je doet een emmer met water. Doe je een paar drupjes of een scheutje van de warming wash in. Kan je met een spons, mooi de spons in het water doen. En dan heb je dus eigenlijk al genoeg. Zoals je kan zien misschien. Het is ook niet heel dik. Kan je dat zien dat het nog een beetje beweegt? Kijk of hij scherp wordt. Wordt hij scherp op de fles? Even. Ja, kijk. Zie je? Er zit dus geen verdikking in. En dat is natuurlijk super makkelijk, want daardoor hoef je niet veel te gebruiken. Wat doe je? Kom eens met je hoofdje omhoog. Ja, straks zit je eronder. Straks zit je eronder. Dat is niet van wat. Verder zit er ook geen zeep in. Wat er dus ook voor zorgt dat het super zacht is voor de huid van je paard. En waardoor het dus ook niet gaat irriteren. Om het al nog een must-have om in je kast te hebben. Zeker met de koude dagen. Ik zal nog een keertje, als we weer wat meer aan het trainen zijn, deze verder aan jullie laten zien. Ook even laten zien hoe ik hem dan echt gebruik. Want ik heb nu natuurlijk eigenlijk helemaal niet meer met Bud getraind. Dus ik ga deze nu niet gebruiken om hem helemaal nat te maken met de spons en zo. Want hij is eigenlijk ook helemaal niet vies. Dus dan kan ik jullie ook niet heel goed het resultaat laten zien. Dus daar zal ik nog even een stukje aan wijden. Als we weer aan het trainen zijn, als hij een beetje gezweet heeft. Dat ik kan laten zien hoe het eruit ziet. Voordat we de warming wash gebruikt hebben. En dat ik jullie kan laten zien hoe makkelijk het werkt. En hoe mooi schoon die dan is geworden als we hem gebruikt hebben. Nu we jullie allemaal dingetjes hebben laten zien die je mooi kan gebruiken voor de naverzorging van buitenaf, wil ik het ook graag nog hebben over de M-Fit. Ik ga voor deze jongen even een lekker maaltje bereiden. En jullie dus laten zien hoe ik deze gebruik. En nog even wat achterliggende informatie erover vertellen. Want dit is er eentje waar je paard, als hij veel moet doen, veel traint, veel bezig is, echt heel veel baat bij kan hebben. NAF M-Fit is een vloeibaar supplement met vitamine E, selenium en lysine. Gecombineerd met krachtige kruiden en tincturen. Het voordeel van vitamine E in vloeibare vorm is dat het zeer snel wordt opgenomen in het lichaam en het natuurlijk niet uit de voerbak geblazen kan worden. Vitamine E vind je onder meer in gras, zeewier en ruwvoer. Tijdens de wintermaanden kan bij paarden al gauw een tekort aan vitamine E ontstaan. Dit komt doordat de opname van gras natuurlijk beperkt is en het vitamine E-gehalte in ruwvoer zeer snel terugloopt. Maar wat is vitamine E nou eigenlijk precies? Nou, vitamine E is een van de belangrijkste vitamine die een paard niet zelf kan aanmaken, waardoor het versterkt moet worden inmiddels van het rantsoen, het eten dus. Het is een voedingsstof die helpt de spiercellen te beschermen tegen vrije radicalen die schade kunnen veroorzaken aan cellen en aan weefsel. Vrije radicalen zijn afvalstoffen zoals bijvoorbeeld melkzuur die vrijkomen bij het trainen van je paard. Symptomen die een paard met vitamine E tekort kan vertonen zijn bijvoorbeeld vermindering van de spieren, stijfheid en dan voornamelijk de dag na de training en een lage weerstand. Maar je paard hoeft natuurlijk niet per se deze symptomen te hebben. Je kunt ook vitamine E bijvoeren ter ondersteuning. Vooral bij sportpaarden, drachtige merries, en dat is dan vooral tijdens de laatste 3 maanden van de dracht. En bij jonge paarden is de behoefte aan vitamine E verhoogd. Supplementen met vitamine E gaan eigenlijk altijd hand in hand met selenium. Vitamine E werkt niet goed zonder selenium en andersom. M-Fit is een uitstekend product voor een goede spiergezondheid, een soepel paard en een vlotte herstelperiode. Ik hoop dat jullie allemaal wat wijzer zijn geworden over de producten van NAF die ik jullie vandaag heb laten zien. Vonden jullie dit een leuke video? Geef dan ook een duimpje. En vergeet je niet te abonneren op het kanaal van de Horsefit Shop. Ik ben ook heel erg benieuwd wat jullie favoriete NAF product is, dus vergeet dat vooral niet onder de video op te schrijven in de comment. En dan hoop ik jullie snel weer te zien. Doei doei!